Het karrefugisme is een stroming in de 17e eeuwse schilderkunst. Naar aanleiding van de revolutionaire stijl van de Italiaanse meester Caravaggio. De stroming is niet te beschrijven als groep, nog als een school. Zeker niet als gestructureerde beweging, maar hoogstens als Italiaanse navolging, als beïnvloeding. Karrefugisme, naar de door Caravaggio ontwikkelde schilderwijze, die werkt met sterke licht- en donkercontrasten en felle lichtstralen. Thematisch houdt het karrefugisme zich eerder bezig met de realistische uitbeelding van alledaagse, soms ook dramatisch vrede taferelen, dan met manierialistische intellectuele kunstproblemen. Belangrijke namen uit het karrefugisme waren Michelangelo, Merci, da Caravaggio. Giovanni, Battista, Caracciolo. Artemisa, Gentilenci. Orazio Gentilenci. Il Girenzio. Gerrit van Holthorst. Bertolomeo Manfredi. En nu Michelangelo Merisi da Caravaggio. Michelangelo Merisi wordt beschouwd als de belangrijkste Italiaanse schilder van de vroege barok. Hij is bekend geworden onder de naam Caravaggio. Zijn kunstenaarsnaam verwijst naar zijn geboorteplaats bij Milaan. Caravaggio heeft religieuze thema's op bijzonder realistische wijze uitgebeeld. Zijn stijl toont overeenkomsten met realistische tendensen uit het Noord-Italië van de 16e eeuw. Zijn werk is echter zo vernieuwend dat er niet in deze traditie geplaatst kan worden. Caravaggio voert het realisme veel verder door en brengt zelfs een lelijke in beeld. Get down!